Hoi, tof dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Maarten en ik ben onderdeel van projectgroep Veentunnel. Vandaag heb ik afgesproken met Renate Munneke. Zij is kunstenares, maar ook leidster van de hele projectgroep Veentunnel, waar natuurlijk iedereen van af weet. Ik heb met haar afgesproken hier in de tunnel, want de eerste tegels van het tegeltableau zijn opgehangen. En dat betekent dat wij jullie een sneak preview mogen geven. Dus, gaan jullie mee? Zo Renate! Ah! Ja, hé Maarten, hoi! Daar staan we dan, in de tunnel! Ja. Hoe vind je dat, eindelijk? Ja, ik vind het echt wel een droom die uitkomt. Ja. Echt fantastisch. En een heleboel. Hoeveel zijn het ongeveer? Ja, 1750 ongeveer. Ja, het zijn heel wat meters. Het is echt, je raakt niet uitgekeken. Nee, precies. Oké, ja, we hebben de mensen nu een sneak preview laten zien van de hele tegelwand. Eigenlijk tegeltableau. En wat kan je nog verder vertellen over het proces wat nu nog aan gaat komen? Ja, het tableau moet nog worden afgemaakt. We wachten nog op de bestelling van de witte tegels. Het fietspad moet nog worden afgemaakt. En dan, we zijn de opening aan het voorbereiden. En over een paar weken, dan komt er een officiële opening. En dan is ook de tunnel officieel geopend. Dus helemaal super. Ja, dat volgt dus. En we moeten natuurlijk nog wat mensen gaan bedanken. Ja, natuurlijk wil ik heel graag de gemeente bedanken die deze mooie tunnel voor ons gefixt heeft. En het vertrouwen dat wij zo'n mooi tegeltableau hier mogen maken met dit participatieproject. Want zo wordt het echt een feestje hier, om door deze tunnel te rijden. En precies. Dat was het doel. Ja, inderdaad. Dus we houden jullie op de hoogte via alles, social media. Volg ons vooral via de Facebook van de Veentunnel. Ja, of Insta kanaal. Of de Insta. Ja. En dan horen jullie vanzelf wanneer de officiële opening is. Dus tot dan. Absoluut. En ook alle kunstenaars bedankt. Helemaal super gedaan.